just another election. And we're not stupid. We will move this country forward. I believe in America. Het is zover, de conventies barsten los. Deze week het partijfeestje voor Mitt Romney. De ins en outs over die congressen en sappige conventieverhalen uit het verleden. En deze Republikeinse oud-minister is zwaar teleurgesteld in haar partij. Donkere wolken boven Tampa, Florida. Ja, wie gaat er dan ook een partijfeestje organiseren in het orkaanseizoen? In Florida, dat is vragen om problemen. En inderdaad, orkaan Isaac gooit roet in het eten. Nou, we zijn dus bij de Republikeinen, het grote feest. En hier gaat Mitt Romney officieel genomineerd worden. We weten natuurlijk al heel lang dat hij de tegenhanger van Obama gaat worden. Maar het moet wel officieel bekrachtigd worden en dat vindt plaats in deze zaal. Wat moet Mitt Romney doen? Hij moet een speech gaan geven waarmee hij de conservatieve Republikeinen, de achterban in de partij, opzweept. En hij moet tegelijkertijd de zwevende kiezers over zien te halen. Want heel veel Amerikanen zien het gewoon niet zo zitten met die Romney. Dit is een superbelangrijke week voor de Republikeinen. Tampa is er klaar voor en Mitt Romney ook. De Republikein is al sinds 2006 campagne aan het voeren om president te worden. Op donderdag zal hij de magische woorden verkondigen die een officiële kandidaat traditioneel uitspreekt, zoals zijn tegenstander dat deed in 2008. I accept your nomination for presidency of the United States. Op de conventie zal veel draaien om de man Romney. Wie is hij? Wat wil hij? En hoe zal hij Amerika leiden? I'm Mitt Romney. I believe in America. And I'm running for president of the United States. Romney verkoopt zichzelf vooral als een succesvol zakenman. Een van de oprichters van Bain Capital. Dat bedrijven opkoopt, winstgevend maakt en weer doorverkoopt. I saw an outstanding leader who really was brilliant, understood how business worked. Maar de kritiek is dat Bain heel makkelijk Amerikaanse werknemers ontslaat. He says, well, that's capitalism. And it does happen, but usually you're trying to streamline a company, make it profitable, but they were more into how can I run up the debt, how can I get the money for my shareholders at Bain Capital. Of een fabriek nou floreerde of failliet ging, Romney ving geld, veel geld. Between 150 and about 200 and some odd million dollars, I think that's what the estimates are. Het overgrote deel daarvan staat geparkeerd in belastingparadijzen, terwijl de Romneys genieten van hun 1, 2, 3 villa's en natuurlijk van hun mooie speedboot. Mitt groeide op in Detroit. Zijn vader was eerst directeur van een autofabriek, daarna gouverneur. Aangezien ze mormonen zijn, geloven de Romneys dat Jezus op aarde zal terugkeren in Amerika. En net als veel jongeren vandaag de dag was Mitt 2 jaar lang missionaris. Hij leerde zijn echtgenote Anne kennen op de middelbare school. Ze zijn inmiddels 43 jaar getrouwd en hebben 5 zonen en 18 kleinkinderen. Romney diende 4 jaar als gouverneur van de staat Massachusetts, zorgde ervoor dat iedereen daar een zorgverzekering kreeg. Obama's omstreden zorgwet is gebaseerd op het plan van Romney. What do we need to do to fix the economy in this country? Can you give us a quick quote? Elect a president who's actually had a job and who knows how to create jobs. En de Republikeinen hebben al hun hoop op hem gevestigd. We will return freedom and get America growing again. When we win, we have the moral authority, the obligation, the mandate from America to get this country fixed, get this back on track. Voor Romney is de conventie een kans om weer grip te krijgen op het nationale debat. De afgelopen weken ging het vooral over dingen waar hij liever niet over spreekt. Bezuiniging op de ouderenzorg bijvoorbeeld en het zeer rechtse stemgedrag van zijn running mate. En de rel rond de senaatskandidaat, waarbij naar voren kwam dat de Republikeinse partij abortus wil verbieden, zelfs als een vrouw zwanger wordt na verkrachting of incest. Wie we niet zullen zien in Tampa is George W. Bush. Normaal zijn de vorige presidenten uit de partij de ster van de conventie. Bill Clinton bijvoorbeeld krijgt net als 4 jaar geleden een grote rol bij de Democraten. Bush liet weten liever op zijn ranch in Texas te blijven. Maar reken er maar op dat de partij druk heeft uitgeoefend op hem om weg te blijven. Hij is zelfs onpopulair in zijn eigen partij. De Republikeinse partij is ontzettend naar rechts opgeschoven en heel veel mensen voelen zich niet meer thuis in die partij. En een van die mensen is de voormalige minister van Milieu en de gouverneur van New Jersey. Ik spreek met haar, Christy Todd Whitman. Mrs. Whitman,
Do you still feel at home in the Republican Party? Not particularly, no. Why is that? Because it's become so conservative and such a litmus test party. You have to be 100% pure, and I'm just not. I more than one side to almost every issue I've ever encountered. Is it, have they become like socially conservative? Is it about abortion, or is it about, what is it that makes you feel unwelcome? It's primarily the social issues, but I also don't hold with the mindlessness of saying you will never do something like never raise a tax. We're not going to solve our problems just by cutting government spending. We're going to have to raise some money, and nothing should be off the table. You wrote a book that's called It's My Party Too, mm-hmm. because you were basically feeling kicked out? Well, because I was frustrated with the way I saw the party going and saying, listen, guys, we have a better history behind us that we should embrace. We shouldn't walk away from it. And if we do that, I think we could be sustainable for the foreseeable future and win elections and actually get the country to a better place. Would President Reagan feel at home in this party, you think? No, I don't think so, no. He was not. Or you worked with President Bush? Is this the same party that you were in then? It was tending toward this way, but no, it's not even, it's gotten more partisan than when we were in office in the Bush administration. And how do you break that? When does that stop? When we start losing at the polls. You think that may happen this year? I don't know. I mean, this election, frankly, given the record of the current administration, should be ours for the taking. And yet we seem to be making it into much more of a battle than it should be, given where we are economically and with unemployment right. and things and the because the voters promises. Are turning off a little bit. And the voters are turning off. They're just saying, I don't like what I'm hearing from either side. That right now we're not talking about issues. We're calling people one another names. It's not enlightening. It's just frustrating people. Right. And so what, in your opinion, should the Republican Party do to broaden their base? Should they become more moderate or just explain themselves better? What is the solution? Well, I think they do have to become more moderate. I think they have to recognize that consensus isn't a bad thing, that you can differ with one another on issues, say, like abortion, but agree on environment or agree on the budget and work together on that. Leave that other issue aside until you come to it. And even there, if you start to peel back the onion, as I'd say, on these issues, you will find levels of agreement down to a core where you can't get beyond that, and that's fine. You understand, okay, we're always going to disagree on this basic when you finally get down to the basics, but it's amazing how much more you can agree on than disagree. Er zijn 50 staten in Amerika en wij gaan ze alle 50 af in dit programma om te kijken wat het belang is voor die staten in de verkiezingen. En we gaan naar het zuiden, we gaan naar Kentucky. De hoofdstad is Frankfort. Ze hebben hier zo'n 4,3 miljoen inwoners en dat vertaalt zich natuurlijk ook in kiesmannen, want daar draait het om bij de verkiezingen. 8 van die kiesmannen om precies te zijn op weg naar de 270 die je nodig hebt om in het Witte Huis terecht te komen. Waar is Kentucky nou het meest bekend om? Ja, de kippenboutjes hè, van KFC, Kentucky Fried Chicken. De kolonel, waar ooit nog veel over te doen was, want dat zou een plantage-eigenaar zijn geweest. Dat zou racistisch zijn. Nou, hoe dan ook, KFC inmiddels een multinational met zijn wortels in dit gebied. Hoe stemmen ze daar in Kentucky? Meestal rechts hoor. Laten we maar eens kijken naar eerdere uitslagen. Dan zie je in het jaar 2000 dat George Bush duidelijk wint. En laten we even gaan kijken naar de Democraten. 41% in 2000 voor Al Gore. In 2004 zien we dat John Kerry, ja, net iets minder doet, 40%. In 2008 blijven de Democraten weer op datzelfde steken, 41% dan weer voor Obama. Kortom, dat is heel stabiel gebleven. Dus kunnen we nu al zeggen dat Mitt Romney Kentucky zal winnen. Zo'n conventie is ook een beetje gratis reclame voor de Republikeinse Partij. Want de grote zenders in Amerika zenden elke avond een uur van die speeches live uit. Dus nou ja, zomaar gratis reclame. Maar daarmee kom je er natuurlijk niet, want niet iedere Amerikaan zit daarop te wachten, een uur lang politieke speeches. En dus gaan de spotjes ook weer gewoon door. Het laatste stukje van de campagne gaan we in. En dit zijn de argumenten van de Republikeinen. President Romney's first 100 days. What will they mean for North Carolina? Day 1. President Romney moves to repeal Obamacare. Then Romney moves to cut taxes that kill jobs. By day 100, President Romney's leadership brings new certainty to our economy and the promise of new banking and high-tech jobs. President Romney's first 100 days. For North Carolina, a new start. I'm Mitt Romney, and I approve this message. What if it had been your name they were chanting? What if America had given you the power? Their hope? Would you have spent trillions overhauling healthcare while millions were without work? Would you have tried creating jobs by creating debt? Would you have raised taxes and broken your promises?
Now you do have the power to make a change. Honderdduizenden ballonnen en tonnen aan confetti. De partijcongressen vandaag de dag zijn circussen. Infomercials met de kandidaat als product. Nog maar weinig herinnert eraan dat hier ooit echte beslissingen werden genomen. Vroeger werd hier de presidentskandidaat gekozen. Nu is die al van tevoren bekend. Het congres is wel nog steeds een vergadering die officieel wordt geopend. En nog steeds wordt de naam van de genomineerde in stemming gebracht. En soms hoor je nog iets van de interne strijd om de nominatie. De naam van die andere kandidaat die het net niet werd. Massachusetts proudly cast its vote. 52 for Hillary Clinton. And 65 votes for the next president of the United States, Barack Obama. Zo'n verdeelde stemming is nu van tevoren uitgeschreven. Vroeger waren er 3 of 4 echte stemrondes en er was koehandel. Kandidaat A belooft Texas een nieuwe snelweg als ze van voorkeur veranderen. Kandidaat B stapt opeens op nadat hij een baantje krijgt in het kabinet of een zak met geld. Er werd toen nog inhoudelijk gedebatteerd over het verkiezingsprogramma. Maar de woorden waar het allemaal om draait, die zijn hetzelfde gebleven. Let me say first that I accept the nomination of the Democratic Party. With a deep awareness of the responsibility conferred by your trust, I accept your nomination for the presidency of the United States. I'm honored by your support and I accept your nomination for president of the United States. 3 avonden lang wordt live een uur in prime time uitgezonden op de grote tv-zenders. Dus is alles gescript. De speeches van de tientallen sprekers worden gecontroleerd door de presidentiële campagnestaf. Want er mag maar 1 boodschap zijn. In 1992 stal Pat Buchanan de show met een snoeiharde speech tegen homo's en abortus. And it's not the kind of change we can abide in a nation we still call God's country. Kijkers schrokken van de nare toon, het verpestte het feestje. Vanaf toen werden alle sprekers onder curatele gezet. Laten we wat bekende conventiefragmenten bekijken. Read my lips. No new taxes. Papa Bush verhoogde de belastingen toch, verbrak zijn belofte en werd niet herkozen. In 2000 probeert Al Gore gepassioneerd over te komen, maar de kijkers vinden het gezoen met zijn vrouw, vooral Gore. Natuurlijk trekt de kandidaat alle aandacht, maar soms is er een onbekende keynote-spreker die het wel eens ver kan schoppen. Een lokale politicus uit Chicago bijvoorbeeld. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. Zo'n doorbraakmoment, daar droomt iedereen van. Op de conventie moet de partij zich van zijn beste kant laten zien en de kiezers over de streep halen om vooral op Romney te gaan stemmen. Het zou dit jaar zo makkelijk moeten zijn voor hem, hè? Met meer dan 8% werkloosheid en maar 40% van de bevolking vindt dat Obama het goed doet. Dan zou je zeggen, dan win je toch zo? En toch is het spannend in de peilingen en daar hopen ze hier iets aan te veranderen. Volgende week zijn we er weer en dan bij de Democraten.